Het personeel van de Stichting Staatsziekenfonds is in beraad. Dit bevestigt bondsvoorzitter Rodney Oldenstam tegenover onze nieuwsdienst. Oldenstam zegt dat de bond uit ontevredenheid over enkele persoonlijke belangenkwesties in beraad is. Op het moment dat de nieuwsdienst hem sprak, was hij op het punt om in een vergadering te stappen. De voorzitter zegt dat de bond vooralsnog niet breed in de media wil treden met de ontwikkelingen rondom het beraad. De nieuwsdienst verneemt dat de meeste afdelingen van de organisatie normaal functioneren. Vooral de essentiële afdelingen zijn gevrijwaard van het actiemodel. De nieuwsdienst heeft zelf waargenomen dat het hoofdkantoor aan de Frederik Derbystraat normaal diensten verleent aan cliënten.